Goedendag, november zit er bijna op. Dan gaat december beginnen. En dat is de eerste wintermaand. En dan is het natuurlijk leuk om in de 30-daags even te gaan kijken of er ook echt winterweer aan zit te komen. Nou, de afgelopen dagen hebben we wel al aangegeven dat het de volgende week echt wel wat kouder uitziet. En dat zien we ook terug in die 30-daagse verwachting. Het heeft alles te maken met een krachtig hoge drukgebied volgende week dat boven de oceaan ligt en voor een noordelijke stroming zorgt. En met die noordelijke stroming wordt koude lucht aangevoerd. En die lucht is ook van tijd tot tijd onstabiel, dus helemaal droog zal het zeker niet blijven. Het leek er zelfs op dat er ook al wat winterse neerslag kon gaan vallen. Nou, die kans is wel wat kleiner geworden, maar niet verdwenen. Aan het eind van volgende week en ook in het weekeinde is het mogelijk dat er misschien af en toe eens een natte sneeuwbui gaat vallen, een hagelbui. Het kan allemaal in deze tijd van het jaar. Ja, met die noordelijke stroming is het natuurlijk ook logisch dat de lucht koud is. En dat zien we dan ook terug in de verwachte temperatuurkaart. Blauwe tinten boven Nederland. En dat betekent dat we een iets kouder weerbeeld verwachten dan gebruikelijk. Volgende week bijvoorbeeld ook is er ook echt wel kans op vorst in de nachten. Het zal niet in alle nachten zo zijn, omdat er vaak toch ook nog wel wat wolkenvelden voorbij schuiven. Maar bijvoorbeeld de nacht van maandag op dinsdag, die kan echt wel koud uitpakken. En dan is de grote vraag, houdt dat hoge drukgebied stand? Nou, als we dan een weekje verder gaan kijken, dan zien we eigenlijk nauwelijks nog een afwijking. Boven Groot-Brittannië is nog wel wat hoge druk aanwezig, maar die loopt uit richting het zuidelijk deel van Europa. En dat betekent dat de stroming toch geleidelijk aan meer westelijk gaat worden. Ja, en dan zie je niet echt dat er meer koude lucht onze kant op gaat komen. En dat komt ook terug in de temperatuurkaart. Het is wit boven Nederland. En dat betekent dat we geen afwijking van betekenis verwachten in het weerbeeld qua temperatuur. En wat betekent dat dan in december? Nou, dat zijn over het algemeen waardes van zo'n 7 graden overdag aan het begin van december. En aan het eind van december ligt het normaal rond de 6 graden. En de nachttemperaturen die zijn zo rond de 1 à 3 graden. Het is natuurlijk wel zo dat er ook nachten met vorst voor kunnen komen. Want ook dat past natuurlijk in het beeld van december. Ja, week 3 en 4, daar heb ik geen eens kaarten van neergezet, want die laten allemaal geen afwijking van betekenis zien. En als ik het dan ga samenvatten, dan komt het op het volgende neer. Komende week wel duidelijk kouder. Daarna is het op zich onzeker wat er gaat gebeuren, omdat de drukverdeling wat fragiel is. Maar er is duidelijk geen signaal voor echt koud winterweer. Dat verwacht ik dan ook niet. Sterker nog, een westcirculatie lijkt het meest waarschijnlijk. En dat betekent toch ook vaak wolkenvelden die voorbij schuiven met soms een beetje regen. Maar allemaal in de marges van wat heel normaal is in december.